Eindelijk gaan we de wet behandelen die ertoe leidt dat we paal en perk kunnen stellen aan topbeloningen in onderwijs, in de zorg, bij de woningbouwcorporaties. Eindelijk is het zover dat we nee kunnen zeggen tegen mensen die onverantwoord veel verdienen ten opzichte van al die gewone werknemers, de verpleegsters, de leerkrachten en de mensen bij de corporaties. Als Partij van de Arbeid gaan we daar nog wat verscherpingen op aanbrengen. Door bijvoorbeeld ook de leden van de Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht aan een maximum te beperken. Maar het allerbelangrijkste is dat we nu eindelijk een wet gaan maken. En daar gaan we ons voor inzetten. Die hele semi-publieke sector, al die mensen die daar hard in werken, dat daar de bestuurders van niet meer verdienen dan wat dan in de wandelgangen is gaan heten, de balken en de norm. Dat is meer dan genoeg. Daar kun je prima van leven. En dat is een salaris wat echt de top moet zijn en wat niet meer wordt overschreden.